Goedemorgen, zaterdagochtend 7:05. Ik heb net eerst weer een stuk mijn wendje gelopen. En ik zit in de auto. Ik ga heel even naar de Albert Heijn. Want we zijn vorige week zondag natuurlijk naar de Julianentol gegaan. Maar dat liep anders dan de verwachting was. Ten eerste omdat ik heel graag de hond mee wilde. En ten tweede omdat het voor Marco nogal heftig bleek. En we dus best wel snel naar huis zijn gegaan. En toen had ik de meiden beloofd, weet je, wij gaan met z'n tweeën. Met z'n drieën dus wel even terug binnenkort. En nu is dat moment. Dus ik rij even naar de Albert Heijn. En ik ga even tanken. Ik haal even wat spa. Marco vroeg om een sausijzen broodje. Havermelk is op. Dus even wat kleine boodschapjes. Dan hebben we dat. Het is een beetje gek. Want echt de laatste vlogs zijn alleen maar dit soort dingen. Het is echt niet normaal. Maar ja. Ik weet ook niet zo goed. Dus helemaal leuk. Morgen een hele dag niks. Standje chill. Dus wij gaan die kant op. Sterren en Marco blijven thuis. Want dan kan ik gewoon met die meiden alles doen wat ze willen. En dat lukt met Sterren erbij niet. Dus dat is het plan van vandaag. Het wordt heel lekker weer, zeggen ze. Dat vind ik nu nog niet helemaal aan de orde. Oh, meteen even tanken. We zijn er. Gouden dingen. Ja. Wil ik in even de spullen? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Het park is geopend. Bij de Juliana Toren ga je mee. Ja, dus weer dan nog een mooie foto maken met Joer en Julia. Kom dan snel met de rij aanzetten aan de rechterkant van het podium. We hebben de tafel alvast klaar te staan voor het podium met de Joer. Oh, kijk hoe hoog we zijn. Wat gezellig! Daar gaan we. 40 minuten in het park en dit is attractie 7. Dus dat gaat super lekker. 7, Lau. Nee. Leuk hè? We zijn er bijna en dan wil ik nog een keer. Moeten we kijken of dat kan? Wel. Dit is de spooktunnel. Is dit spook? Oh, weet het niet? Nee. Oké, dan gaan we niet. Want dat, dit is de spooktunnel, zei ik. Toch? Poging 2 vanaf de andere kant. Mijn hondje
Ja, het is een zwarte. Rustig kijken. Volgens mij zijn het alleen maar van die plaatjes. Loop maar. Het is echt voor kindjes. Ja, ga maar. Nee, dit is niet jouw keuze. Maar dit is iets wat je nog even wilde gewoon. Was Mila dat? Ja. Die zei dat ze erin wilde. Oh, sorry. Dit is meneer Kaasgrafse. Het huisje van Jul de Muis. Van Jul. Van deze? Nee, van deze. Hij ligt hier te slapen. Dat is het huisje van Jul de Muis. Zo. Een spiegel. Dat is een flinke klim. 493 treden verder. Dit is nou, de laatste. Dit is zeker de laatste. Zo, ik zie niks. En dan zien jullie precies niks. Nou, dat is fijn. Ik wel. Dan maar wel. Voor de tredes. Oeh, ik dacht even dat we opgesloten waren hoor. Dan moeten we naar beneden springen. Nou, dat overleef je denk ik niet. Dan zijn we volgens mij wel dood. Ja, dit kan je zien. Ja? We hebben de buggy daar ergens gezet. Daar achter helemaal. Handig zo'n buggy. We kunnen nog hoger. Ja, wat hebben we hier? Is daar een trap? Nee. Oh, ik dacht al. Ik zie wel de auto's staan. Onder de bomen daar. Ik zie hier jongens. Ja. Oh, waar? Ja, de jongens. Nou, ik ben benieuwd. Het is heel leuk. Alleen ik helder een beetje. Ja, jij vond het heel spannend de vorige keer, hè? De eerste keer. Ja, maar pas toen jullie wegreden. Dus papa zei al, ik kon er niet meer uit. We zijn de volgende. Dankjewel. Beetje natte billen? Jij niet.
Wacht, ik ga naast je zitten. Zo. Lekker. 11:55 inmiddels. We hebben echt al knetterveel kunnen doen. Echt bizar. Ik zat hier even lekker op een bankje. En de meiden zijn in de speeltuin. En hier bij de fietsjes. Dus lekker dagje zo. Wat ik net dus zie is dat we hier de buggy hebben neergezet. En dit zijn hele grote bagagebakken. Dus die buggy was helemaal niet nodig. Kijk. Oeps. Nou, weten we dat voor de volgende keer. Mila en ik zijn net daar in dat tollende ding geweest. Maar ik ben blij dat ik mijn camera niet mee had. Mama vond dat was niet goed gegaan, hè? Nee. Het was wel echt grappig. Ja. En nu zitten we in de olifanten met Lauren. Zo.
blijf poppen. Moet ik het doen? Ik ben benieuwd. Nou, denk je dat hij iets gaat vertellen? Hey, Laura zit een oud karretje van de autootjes. Van de achtbaan. Ik weet niet of hij iets gaat vertellen hoor. Heb je al een keer op een knopje gedrukt? Is geen knopje. Oh. Ook weer stomme. Moet je het overnemen? Zeg je? Moet je het overnemen? Ik denk dat hij niks gaat vinden. Ik denk het ook niet. Ondertussen is het 3:00. Laura is lekker hier aan het spelen. Mila is even van de hoge glijbanen aan het gaan, maar Laura heeft er... niet zo'n zin in. Dus ik ben hier met haar, met Mila afgesproken dat we hier zijn. Of waar we anders zijn. En ik denk dat het wel een beetje voor ons op het einde loopt. We hebben echt bizar veel gedaan ondertussen. Eigenlijk alles wat ze wilde. Laura wil nog heel graag in het schommelschip. Ben ik echt geen fan van. Want ik word tegenwoordig nogal snel misselijk. Maar ik zei al tegen haar, als het echt hetgeen is wat je nog heel graag zou willen doen. Voor de rest heeft ze alles gedaan. Dan ga ik wel met je mee. Iets minder mooi. Dat was leuk, hè? Je genoten. Half 8 ondertussen. We hebben lekker gegeten. En verder echt standje chill op de bank, sterren in bad gedaan. Ik loop nog heel even een klein blokje met Benji. En dan doe ik niks meer vandaag. Ik ben super moe. Morgen rustig dagje. En dat vind ik heerlijk. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Super bedankt voor het kijken. Hopelijk tot morgen. Doei doei.